Mensen, super leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik ben Maxime en MXM en vandaag is het tijd voor de eerste car reveal. Haas, die dacht, weet je wat, wij doen het gewoon lekker een week eerder dan alle andere teams. En Williams heeft volgens mij nog niet eens geannounced wanneer ze de reveal gaan doen. Maar in ieder geval, vandaag is het tijd voor de eerste F1 auto reveal en ik ben super hyped. Ik heb al een en ander gezien en het ziet er echt toch een partijtje mooi uit, maar wij gaan natuurlijk vandaag eventjes kijken naar de nieuwe livery, wat we ervan vinden, welk cijfer het geven, hoe de oude auto er natuurlijk uitzag. En ja, laten we maar gewoon meteen beginnen. Dus vind je dit nou leuk, smash even dat blauwe duimpje omhoog, zal super awesome zijn. En dan gaan wij naar de eerste livery van 2019, de Haas. Oké, dames en heren, dit is hem dan, de Haas livery. Ik zal even zo boom een plaatje in beeld knallen. Het is zwart met goud, zoals je kunt zien. Een hele strakke auto, echt insane. Maar er zijn natuurlijk wat aandachtspuntjes waar wij ook op gaan letten. Wat is nou mijn eerste gedachte bij deze auto? Fucking dik, echt niet normaal. Ook met dat haas op de zijkant en het shiny zwarte en het gouden. Zwart met goud is sowieso altijd wel een mooie combinatie. Wat mij niet zo bevalt is het Peak, dat blauwe Peak logo, de sponsor. Op de vleugel, dat ziet er gewoon echt niet uit. Dat vind ik een beetje jammer. Dat is best een beetje de achterkant van de auto voor mij. En heel veel mensen die zeggen van, hey, dat lijkt me toch een partijtje op de Lotus. En dat is ook wel een beetje zo. Dus het is niet super origineel. We hebben dit natuurlijk al gezien vroeger met de Lotus. En zeker die voorkant, ja. Ja, hallo Lotus. Verder zie je dat de vleugel echt insane huge is. Dat hadden we natuurlijk al een beetje gezien, een beetje zien aankomen. En daar staat nog meer Rich Energy op. Ze hebben dus een energy merk eraan gekoppeld om tegen Red Bull te gaan strijden. Dat zijn die mensen, het energy team zelf. Het was echt zo'n awkward, zo'n ontzettend awkward interview met de, in Londen was dat met de reveal. Die vrouw die daar stond, die moest er echt niet staan. Die wist echt helemaal niks van racen en niet van die auto. Tenminste, zo kwam het over. De vragen die ze stelde was super awkward. De woorden die ze gebruikte, die klopten echt niet. Magnus, die snapte er helemaal niks van wat ze zei. Toen moest het doek van de auto afgehaald worden. Toen zei ze, oké, van achter. Dus toen moest je hem eraf trekken. Maar tegen Haas, of tegen Magnussen en Grosjean was gezegd, nee, je moet het van voor doen. Dus dat was ook allemaal helemaal pech. Maar verder gaan we eventjes kijken naar wat aandachtspuntjes. Want ik heb hier een geweldige site. En die heeft overal pijltjes bijgezet van wat is er nou aangepast. Ten eerste, de velgen. Er zit een klein randje tussen. Ik denk voor de luchtstroming. Tussen de velg en de band. Dus dat is al anders dan vorig jaar. Verder is er bij de wielophanging ook weer wat bijgekomen. Of wat, zeg maar, weggehaald. Zodat de lucht beter er doorheen stroomt. Dus dat is ook alweer beter. Hier zie je nogmaals goed dat randje bij de velg. Er zit echt gewoon een dikke gap tussen, waardoor de lucht er beter doorheen kan stromen. Misschien voor de koeling of iets. Zou allemaal kunnen, maar laat vooral ook weten wat jullie hiervan vinden. En laat nu eventjes jullie cijfer van deze auto in de comments achter. Ik geef deze auto toch wel echt, ik moet niet te hoog gaan, want natuurlijk Ferrari, Mercedes, Red Bull, die moeten nog komen en die zullen zeker wel wat vets maken. Wat gaan wij deze auto geven? Ik vind het zwart met goud toch wel heel dik, dus we gaan toch wel voor een 8. En dat is dan al een goed begin van de car reveal. Wij gaan even door met de aandachtspuntjes. Laat dus nu jouw punt achter in de reacties, dat zal super awesome zijn. Voor op de auto hebben wij ook een nieuw aerodynamisch stukje. Er is even een klein verhogingje op de neus gezet, waar ook weer de lucht mooi overheen kan stromen. Dan hebben wij de spiegels. Die zijn aangepast. Op deze foto zie je het niet zo goed. Maar hier zie je het dan weer beter, want je hebt een heel dun stangetje naar de spiegel toe. Ik ben echt benieuwd of dit niet gaat afbreken, want dat had je toch ook met die vleugel achterop, die T-wing, of hoe we het dan ook willen noemen. Die brak toen een keer zelf bij Haas. En er zijn wel eens vaker onderdelen van de Haas afgevlogen. Dus ik hoop voor hun natuurlijk dat dat niet met de spiegels gaat gebeuren. Want dan ben je een beetje te pineut. Dus hopelijk is het allemaal stevig genoeg. En natuurlijk weer de gouden accenten op de spiegels. Die zien er echt spectaculair uit. Dan hebben wij op de VIN op de rug.
ga echt allemaal woorden gebruiken, jongens. Die waarschijnlijk niet correct F1 taal zijn. Excuses, ik ben ook niet de expert. Ik ben gewoon een YouTuber die F1 heel leuk vindt. En die alles graag wil bekijken en wil behandelen. Maar de vleugel op de rug, die gaat niet zo recht naar achter. Die gaat eerst omhoog, dan recht en dan naar beneden. Dat is dus ook wel anders dan vorig jaar. En dat hebben ze goed gehighlight. En bij de Halo zit ook weer een aerodynamische luchtinlaat. Dus ik denk dat die... Zou die hol zijn? Nee, dat kan toch niet. Zou misschien wel kunnen. Laat het weten. Als jij het weet. En dan gaan we weer hier verder. Volgens mij zien we hier niet heel veel anders. Je ziet een beetje die onderplaat en de aerodynamica. Goed. En hier aan de voorkant zit ook weer een nieuw stukje van de auto. Ik ben ook heel erg benieuwd of de andere auto's dus ook al deze extra aanpassingen hebben gemaakt. Vooral bij Mercedes is dat altijd interessant, want die lopen altijd best wel voor. En hier bij de achterwielophanging is ook weer wat nieuws. Dus ja. En zelfs, jezus, wat is hier nou weer? Hij zit een soort extra spoilertje of zo. Dat moet niet fout gaan maken natuurlijk. Maar hier zit wat extra's bij de vleugel. Ietsje ervoor, voor zover ik het kan zien. Dus dat is ook weer wat nieuws. Wat dat allemaal gaat doen en wat het allemaal gaat veranderen aan de auto's, dat horen we natuurlijk van de experts wanneer die erover gaan praten. En hierachter zie je nog een kleine aanpassing aan de vleugel. Nog wat meer ja, voor de aerodynamica. Want dat kunnen we natuurlijk allemaal zien. En dan weer tot slot nog de auto van vorig jaar en de auto van dit jaar. Het is echt een mega verandering. Komt ook natuurlijk vooral door de sponsor Rich Energy. Op de Halo staat ook heel vet dat logo. Dat past er wel heel erg goed bij. Dat vind ik hartstikke mooi. En ja, dit is de auto, jongens. De oude vond ik eigenlijk best wel heel erg lelijk. Met grijs, rood en wit. Daar was ik geen fan van. Laten we het daar maar op houden. Maar dit zwart met goud en wit, dat is toch wel echt een partijtje een knaller, jongens. Het is hartstikke mooi. Ik laat ook nog wel even een Lotus ernaast zien of zo, dat jullie dat verschil ook nog kunnen zien. En dan wil ik hierbij een beetje de video gaan afsluiten, dames en heren. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. Dan doe ik natuurlijk volgende week elk team voor jullie. Dus als jullie het leuk vinden, smijt op dat blauw duimpje omhoog. Dat zal super awesome zijn. En dan gaan we al die auto's behandelen. Vinden jullie het ook leuk hoe ik het zo doe? Dus ik kijk eerst een beetje naar de auto. Dan kijken we naar de veranderingen. Dan geven we het een punt. En dan kijken we nog naar de oude auto. En hierbij hebben we dan ook nog gekeken van... Oké, het leek wel heel erg op de Lotus. Dus een beetje nageaapt. Niet super origineel. En verder wat ik er niet mooi aan vind is dus die achterkant. Met dat ontzettend lelijke logo van Peak. Dat past er echt niet bij. Waarom is het blauw? Waarom doe je dit... Die auto aan Peak. Dat vind ik niet zo chill. En dan, ja, dan laten we het hierbij voor de video. Ik zat er nog aan te denken om ook nog 5 rondjes met de oude auto te rijden op Formule 1. Maar ik denk dat we eigenlijk wel genoeg zijn aan het praten. En lang genoeg zijn aan het praten over alle veranderingen. En alle nieuwe dingen van de auto. Dus ja. Laat vooral in de reacties achter. Welk punt jij deze auto geeft. Of dat jij nog verbeteringen hebt voor deze video's. Zal super awesome zijn. En ja, dan zie ik jullie bij de volgende video. We zijn weer veel F1 aan het uploaden. En elke car reveal gaan we natuurlijk behandelen. Dus abonneer zeker op mijn kanaal. En laat dat belletje zeker verrinkelen. En dan zie ik jullie de volgende keer, jongens. Later.